Onze hulp en onze enige verwachting staat ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemelen en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We vervolgen de dienstgemeente door met elkaar te gaan zingen uit de 25e psalm. En dat willen we het verdere van de dienst dan ook doen. En daarvan zingen we nu het eerste en het derde vers. Ik heb mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. Ik heb op u vertrouwd in noden. En het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Psalm 25, het eerste en het derde vers. Thank you.
schriftlezen gemeente vindt u zometeen in het boek der psalmen en wel de 25ste psalm. Dus onze schriftlezing is psalm 25, waar we in hoofdlijnen met elkaar bij open stil te staan, maar waar u dan in het bijzonder het accent vindt in het 4e en in het 5e vers. Nog voordat we dat met elkaar gaan lezen, is het dat we in verbondenheid met de strijdende kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dagen wederom opgestaan vanuit de doden, opgevaren ten hemel, zitten het aan de rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij zal weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij noemden het dus als onze schriftlezing de 25ste psalm. Ik denk dat er wat psalmen te veel opgegeven zijn, organist. Dat was een vergissing van mijn vrouw dus. We zingen straks met de collecte. Psalm 25 is dan de schriftlezing. Een psalm van David. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Ja, allen die u verwachten zullen niet beschaamd worden. Ze zullen beschaamd worden die trouwelooslijk handelen zonder oorzaak. Heere, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij, want gij zijt de God mijns heils, u verwacht ik de ganse dag. Gedenk, Heere, uw barmhartigheden en uw goedertierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Gedenk niet der zonder mijn jonkheid, nog mijn overtredingen. Gedenk mij naar uw goedertierenheid, om uw goedheid wil, o Heere. De Heer is goed en recht. Daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht, en hij zal de zachtmoedigen zijn weg leren. Alle paden des Heeren zijn goedertierenheid en waarheid. Degene die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Om uw naams wil, Heere, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Heere vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg, die zal hebben te verkiezen. Zijn ziel zal vernachten in het goede en zijn zaad zal de aarde beërven. De verborgenheid des Heeren is voor degene die hem vrezen en zijn verbond om hun die bekend te maken. Mijn ogen zijn geduriglijk op de Heeren, want hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren. Wend u tot mij en zijt mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden mijns harten hebben zich wijd uitgestrekt. Voer mij uit mijn noden. Aanzien mij ellende en mijn moeite en neem weg al mijn zonden. Aanzien mijn vijanden, want zij vermenigvuldigen en zij haten mij met een wrevelige haat. Bewaar mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want ik betrouw op u. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht u. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Tot zover. We zeiden al, we willen dan bijzonder stilstaan bij het 4e en het 5e vers
waar David dan schrijft, Heere, maak mij uw wegen bekend en leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij, want gij zijt de God mijns heils. U verwacht ik de ganse dag. Tot zover, we zetten dan boven de prediking de leerschool van de Heere. En daarbij willen we dan drie gedachten zetten, wel zo begrijpelijk, misschien ook naar de jongeren toe. In de eerste plaats het basisonderwijs. In de tweede plaats zien we dat dan David ook gezet wordt in het voortgezet onderwijs. En tenslotte is het ook dat David mag spreken dat hij ook ontvangt het beroepsonderwijs. Dus Gods leerschool, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en tenslotte ook het beroepsonderwijs. We willen samen de Heer om een zegen vragen. Heere, zo mogen we andermaal, ook op deze uw dag, hier samenkomen rondom uw woord. Het woord dat geopend mocht worden. Het woord dat ook tot ons is uitgegaan. En Heere, dan is het ook dat we in dit avontuur meegenomen worden. Om nou naar David te luisteren, maar ook met David op uw leerschool bevonden te mogen worden. Want Heere, dan gaat het niet alleen maar dat wij terugblikken en dat wij zien wat David eenmaal meegemaakt heeft. Dat wat David in zijn leven heeft moeten leren en heeft moeten afleren. Maar dan is het ook in het avontuur, Heere, dat het ook ons raakt. En dat het ook gaat dat ook wij op die leerschool gezeten zullen zijn. En dat wij daar dat onderwijs mogen ontvangen van u, Heere. Dat onderwijs dat niet gaat om nou voor de maatschappij toegerust te worden. Hoewel het daar ook goed voor is. Maar dat het onderwijs is, Heere, dat u geeft. Opdat we voor de tijd, maar bovenal voor de eeuwigheid, door u geleerd onderwezen zullen zijn. En Heere, dan is het ook dat u het weet hoe het tegen onszelf ingaat. Ook als er gesproken gaat worden van de wegen van u. Het zijn wegen, Heere, ze staan altijd haaks op de onze. Het zijn wegen die wij niet willen bewandelen. En daarom zijn we ook altijd bezig, ook na ontvangen genade, om toch nog weer een ander weg te zoeken. En dat u dan telkens weer moet terugbrengen, Heere. En dat u telkens daar weer doet verstaan hoe dwaas wij zijn. Ja, dat u het zelfs eenmaal tegen een Petrus heeft moeten zeggen, gaat achter mij Satanas. Omdat hij zo ver bij u vandaan was en dat hij zoveel vertrouwde op zijn eigen hart en zijn eigen verstand. En Heere, geldt het ons ook niet. Het is u bekend. Is het bij ons ook niet zo dat wij zo menigmaal vertrouwen op onze inzichten? En dat wij vertrouwen op onze gevoelens. Dat wij vertrouwen op ons verstand, op onze meningen. En Heren, als u gaat onderwijzen, blijkt het dat er nou allemaal aan moet. En daarom is dat woord van u nooit naar ons vlees. En gaat het altijd tegen ons in. En is het dat we elke keer weer ons ertegen proberen te verzetten. En toch bidden we van u, Heren. En dat u ons te sterk zult zijn. En dat er nou nog een taai geduld gevonden mag worden waarvan ook de apostel gesproken heeft. Waarmee u nog doorgaat. Om telkens weer opnieuw te spreken. Telkens weer opnieuw te onderwijzen. En nog Heere, dan wordt u niet moede nog mat. Wat mag dat toch een wonder zijn. Dat taai geduld van u. Met ons zondaren, met weglopers, met vijanden. Dat taaie geduld waarmee u ze toch telkens weer opzoekt. En waar u ze weer lokt en nodigt. Maar ook uw kinderen, Heere. Ach, wat kunnen ze het soms ook weer kwijt zijn. Wat kunt u rijkelijk van uw werk spreken als tot de Emmausgangers, waarbij het hart brandende was. Maar een paar uur later, Heere, was het dat ook zij met de discipelen meende dat u een spook was.
En toen hebt u niet gezegd, ik hou ermee op. Toen bent u weer begonnen, weer ze te onderwijzen, weer te leiden. En in dat taaie geduld, Heere, bent u nou doorgegaan en zult u doorgaan, ook met uw kinderen. En totdat ze van de leerschool af zijn, totdat ze thuis gekomen zijn, totdat ze daar geen vragen meer zullen hebben en dat ze daar geen onderwijs nodig meer zullen hebben. Maar dan zullen ze het weten, Heere, en want dan zal het zijn dat zij uw goddelijk beeld mogen dragen. En dan is er geen verduisterd verstand meer. Maar dan zullen zij mogen kennen. En dus ze mogen zien, Heere, zoals u bent. O, dan is dat onderwijs voorbij. En dan blijft alleen maar een eeuwige blijdschap voor uw volk over. En we vragen van u, Heere. En dat we daartoe ook die jaloersheid in ons hart zouden mogen kennen. Die heilige jaloersheid. Die heilige begeerte. En die daar ook naar zou mogen vragen. Om in dit leven een voorsmaak ervan te mogen hebben. Iets van te mogen proeven. Opdat er steeds het hart meer en meer verlangend gemaakt zou mogen worden. Om de volkomenheid te mogen kennen. En de volkomenheid te mogen bezitten. Heere, dan dragen we de gemeente aan u op hier. En degene die met ons verbonden zijn op welke wijze dan ook. En zoudt u hier en daar met uw geest willen werken, want u weet, Heere, wat er in ons hart gevonden wordt. We weten het van onszelf menigmaal niet eens. Als u zelfs het licht van het woord er niet in zal laten schijnen. Maar het is bij u wel bekend, Heere. En zelfs de donkerste uithoeken van ons hart zijn voor u niet verborgen. En dan weet u zo goed wat we nodig hebben op en onder de kansel. Dan weet u, Heere, ook het woord van deze avond, wat dan door uw geest toegepast zal moeten worden aan het hart, wat uit zal moeten gaan naar een ouder of naar een jongere iemand tot vermaning, omdat hij nog een eigen weg bewandelt. Een woord wat mag uitgaan tot het volk, Heere, dat zo bekommerd kan neerzitten, en waar u ook van af weet, en dat er een woord mag zijn wat hun ziel zo zal mogen raken, opdat ze uit uw bekommernis op mogen staan. Of dat het een woord mag zijn, Heere, tot versterking, als voedsel, opdat de weg bewandeld zou kunnen worden. Maar we denken ook aan de kinderen, Heere. En zoudt u ook de jongeren in het midden van deze gemeente ook willen geven, dat ze zullen weten dat ook u naar hen omziet. Dat ook daar uw uitgestoken handen in bijzonder toch ook zijn tot kinderen. En dat u het zegt dat ze ook tot u mogen komen. En dat ook zij daartoe onderwijs mogen ontvangen, Heere, op een eenvoudige, kinderlijke wijze. En dat ze er iets van mogen meenemen. En dat u bovenal door uw heilige geest het ook in kinderharten komt te werken, Heere, wat zal het groot zijn. Als het ook gehoord mag worden dat een jongen of een meisje op zo'n eenvoudige wijze het mag zeggen zonder de Heer Jezus niet te kunnen. En de Heer Jezus nodig gekregen te hebben. En dat het ook een hartelijke begeerte is om u lief te hebben. Heere, dat kunt u toch uitwerken. En dat er nog zo ook onder de jongeren een opwekking geschonken zal mogen worden. Er wordt vaak zo negatief over de jeugd gesproken. Waarbij we ouderen vaak niet in de gaten hebben dat wij tot een slecht voorbeeld geweest zijn. Maar Heere, nou kunt u het zo anders maken. Nou kunt u het geven dat we ons nog moeten verwonderen, maar ook zullen mogen verblijden vanwege uw grote daden. En dat het zo in deze gemeente, in ons land en daarbuiten gezien mag worden. Heere, zo dragen heel de gemeente aan u op. We dragen onze ambtsbroeder en vriend aan u op, Heer, en alle arbeid die hij in het midden van de gemeente mag verrichten. En dat u hem goed en nabij wilt zijn met degenen die hem lief en dierbaar zijn, Heer. En dat zij daar het mogen ondervinden dat u van hen af weet. En dat u hen kracht en wijsheid schenkt. Opdat zo dat arbeid gedaan mag worden, Heer, in uw dienst. Want dan mag het ook geweten worden dat het niet van ons afhankelijk is. Maar dat u slechts mensen daartoe nog gebruikt.
om ook in het midden van de gemeente te spreken en daar te zaaien, maar dat u het bent, Heere, die door uw geest alleen ook de wasdom zal kunnen geven. Heere, we dragen alle arbeid aan u op, ook over het rond der aarde, het werk dat gedaan mag worden vanuit de kerk en de reformatie, dat zo uw woord gelukkiglijk zal mogen voortgaan, en dat ook over het rond der aarde het gehoord mag worden, soms, Heere, op moeilijke posten, op eenzame posten, op gevaarlijke posten, waar zendingsarbeiders verkeren, evangelisatieposten, waar gewerkt mag worden, en waar het misschien wel eens zo te moede kan zijn. Maar Heere, dan hebt u toch gezegd, dat uw woord gelukkiglijk zal voortgaan, en dat u ze zult toebrengen van over het rond der aarde. En als we er misschien hier soms niets of weinig van zien, ach Heere, dan zult u het in de eeuwigheid kunnen openbaren. En dat een enkel gesproken woord zo tot een rijke zegen heeft kunnen zijn. Heere, we dragen ook uw verbondsvolk Israël aan u op. De beminden om der vaderen wil. Dat volk, Heere, alleszins godsdienstig. Dat volk dat de Sabbat houdt. Dat volk dat leeft naar de wetten van Mozes in een uitwendige betekenis. Maar een volk, Heere, dat de wetsvervuller niet kent en daarom zo zelf bezig is. Heere, we bidden van u en dat u onder dat volk zult geven en dat ze mogen weten dat de wetsvervuller gekomen is, dat hij het alles volbracht heeft en dat alleen door hem de vloek van de wet weggenomen kan worden, opdat ze de Christus der schriften zal mogen kennen en zal mogen beleiden. O Heere, dat uw Zoon dan ook al het werk wat in het midden van dat volk gedaan mag worden en met uw zegen zoudt willen bekronen, maar bovenal uw belofte zult waarmaken, waar u het gezegd hebt dat het deksel van het aangezicht weggenomen zal worden en dat er de zaligheid is ook voor Israël. Opdat zo ook veel gebed voor dat volk gevonden mag worden, te midden van al de omstandigheden. Een volk, Heere, wat u misschien wel in de engte drijft. Een volk dat straks misschien helemaal alleen komt te staan, voordat het u nou werkelijk nodig zal krijgen. Maar dan ook de rijke belofte, dat u dan dat volk niet zult begeven en dat u dat volk niet zult verlaten. O Heere, zo kom het alles voor uw aangezicht neerleggen. Ook alle grote der aarde, u weet of wat nodig is, ook in ons eigen vaderland. Geef nog, en dat het ook gehoord mag worden, ook onder onze regering en in de raadskamer, en dat u een enige God bent die leeft en regeert. Heere, zo kom het voor u neerleggen, ook deze dienst. En dan komt het van u bidden, niet om ons, Heere, want dan kan het niet. Maar dan hebt u die heerlijke en die rijke pleitgrond gegeven in Christus. Indien gezegd heeft, al wat ge de Vader in mijn naam zult bidden, en dat zal hij u geven, en daarom blijft er slechts dit over, Heere, om het alles voor u neer te leggen en te bidden in Christus' naam, uit genade alleen. Amen. We gaan dan zingen, gemeente, nu uit de 25e psalm, het tweede en het vierde vers. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En daarna het vierde vers. Heere, goedheid kent geen falen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing en die dwalen brengen in het rechte spoor. Psalm 25 en daarvan nu het tweede en het vierde vers.
Gods leerschool en dan onze eerste gedachte, basisonderwijs. Jongens, meisjes, kan je er soms wel eens naar uitzien dat je niet meer hoeft te leren? Zeker in een tijd als er op school zoveel werk opgegeven wordt, dat je thuis haast geen tijd meer hebt om andere dingen te doen die je zo graag zou willen doen. En dat er misschien wel eens gezegd wordt, en misschien heb je het ook wel eens gezegd tegen papa of mama, tegen je ouders, ik wou dat ik maar van die school af was. En dan. Want uiteindelijk als je om je heen kijkt, dan wil je toch ook wel wat worden in de maatschappij. Je wilt ook wel wat verdienen. Je wil ook wel datgene hebben dat je bij anderen ziet. En dan wordt het ook tegen je gezegd, maar dan zul je toch wel wat moeten leren. En dan ga je maar weer verder. En wanneer ben je dan uitgeleerd? Nou, jongens en meisjes, laten we de kamer gauw genoeg voorhouden, zoals er ook een uitspraak is, dat je nooit te oud bent om te leren. We zijn altijd bezig om te leren. Om er iets bij te leren, of om iets af te leren. En dat is nou ook bij David het geval, een koning die hier aan het woord is. Een koning waarheen mensen heen gingen met hun vragen, met hun noden, met hun omstandigheden. En dan zouden wij toch zeggen, als eentje het nou wel zou weten, dan moet David het wel zijn. En weet je wat nou zo opvallend is? Dat als de Heer ook in het leven van David gaat werken, dan is het dat David het weer moet ondervinden dat hij door de Heere onderwezen moet worden. Onderwezen moet worden hoe hij het als koning moet doen. Maar bovenal dat David telkens opnieuw het van de Heere moet leren. Hoe hij tot eer van de Heere zou kunnen leven. Kijk jongens en meisjes, nou komt het vanavond dicht bij ons. Want dat geldt ons ook. Dat we nou onderwijs van de Heere nodig hebben om te weten wie wij zijn en wie de Heere voor ons wilt zijn. En dan is het eigenlijk onderwijs dat we elke keer weer opnieuw nodig hebben. Elke keer weer is het dat de Heer als het ware zegt, zoals ook tegen Maria dat gezegd werd, tegen Martha gezegd werd, waar Maria aan de voeten van de Heere zat, dat zij het beste deel gekozen heeft om nou van de Heere onderwijs te krijgen. En daar raak je nou nooit uitgeleerd. Dat hebben we nou nodig, heel ons leven, totdat de Heer het komt te zeggen, het is genoeg. En dan komen we thuis, waar we de Heere zijn gaan kennen. En dan zullen er geen vragen meer zijn, want dan zal het zijn dat we de dingen mogen begrijpen zoals de Heere dat nou bedoeld heeft. Ook al die wegen in ons leven, waar we misschien toen wel eens gezegd hebben, moet dat nou zo? En waarom moet het mij gebeuren? En dat we dan gaan zeggen, Heere, u hebt zich niet vergist. Wordt in die 25e psalmgemeente vanavond een ogenblik meegenomen. Omdat David te zien in zijn omstandigheden, als u in die psalm het goed meegelezen hebt, dan moet u het zeggen dat die omstandigheden nou niet bepaald rooskleurig zijn. En wat is het dat David daar moet uitzichten van de benauwdheden die er zijn, en dat het is dat hij het uitroept dat de Heer zijn ellende en zijn moeite zal aanzien. En dat David dat moet beleiden, dat hij omringd wordt door zijn vijanden. Welke dat ook geweest mogen zijn, dat weet men niet en daar gaan we daarom ook vanavond maar niet op in.
Maar wel dat David het zegt dat hij benauwd werd van alle zijden, dat de vijanden hem omringen. En dat zelfs David, die grote koning die zijn tienduizenden verslagen heeft, die weer aan het eind gekomen is, dat David het niet meer weet. Vooral ook omdat daar de grootste vijand is die David omringt. En dat is die vijand niet of het nou het Saul is of Absalom is, maar dat is een vijand die ook ons raakt. Want als het nou alleen maar zou gaan over datgene wat David daar meegemaakt heeft zoveel eeuwen terug. Ach, dan kunnen we vanavond zeggen, het was toch wat. En we kunnen met een ogenblik met elkaar erover nadenken wat die man toch wel allemaal niet in zijn leven heeft moeten meemaken. En misschien hebben we ook wel ons oordeel gelijk klaar naar David toe. Wat dat betreft heeft hij toch ook wel dingen gedaan waarom de Heer hem er wel moest slaan. En dat David daar ook inzettingen van de Heer heeft overtreden. En maar wat is nou wat grootste vijand is die David heel zijn leven heeft omringd en die David zo menigmaal in de benauwdheden heeft gebracht. Dat is nou die Satan. En kijk, dan is het vanavond heel dicht bij ons gebracht, want dat is diezelfde vijand van toen. Die ook vanavond ons omringt. Die elke dag ons omringt. En de Satan die erop uit is om ons telkens weer bij de Heere vandaan te trekken. Om ons te brengen op andere wegen. Om ons als het ware maar het zelf te doen kiezen. En het zelf maar te doen uitmaken. Zoals het ook in onze dagen gezegd wordt. En dat je het wel tegenkomt dat zelfs ouders het zeggen. Mijn kinderen moeten het zelf maar uitmaken straks. Zelf als ze groot zijn moeten ze maar kiezen. Ik hoop jongens en meisjes dat je niet zo'n pappen en mama hebt hoor. Erg is dat. Want in wezen zeggen ze dan moeten ze maar kijken waar ze straks terechtkomen. En dan is het dat ze het aan jou overlaten. Maar het zal wat zijn als je dan van de Heere niet zou horen. En als je niet zou weten. En dat zonder de Heere, dat er een eeuwig omkomen is. En dat je het straks misschien wel zou moeten zetten, had ik het maar geweten. Pap, mam, had me maar onderwezen wat nodig is. Weet je, dan is het dat vanavond, gemeente. Weet u, dan is het dat de Heere het gaat laten horen. David, te midden van juiste omstandigheden. En soms is het juist ook wel dat de Heere omstandigheden gebruikt om ons uit te drijven naar hem. Om het zo weer van de Heere alleen te verwachten. Om daar nou onderwijs te mogen ontvangen. En wat is dan het eerste onderwijs wat de Heere telkens weer opnieuw leert? Dat zegt David hier. En er wordt algemeen aangenomen dat David hier tegen het einde van zijn leven gekomen is. Dus een hogere leeftijd heeft bereikt. En dat we dan zouden zeggen, nou weet David het wel. En weet u wat David nou zegt dat... En dan zegt David, Heere, ik weet het niet. Heere, u moet mij onderwijzen. Maak mij uw wegen bekend. En leer mij uw paden. David, je weet het toch. Er zijn toch de inzettingen van de Heere. Er zijn toch de geboden des Heere. Er is toch de ark en de tabernakel waar telkens ook de Heere zichtbaar onderwijst. O, zeker, dat is waar. Maar weet u wat David nou zo nodig heeft? Dat de Heere telkens weer in het hart van David werkt. En dat er elke keer weer David erbij stilgezet wordt. Dat als de Heere met David zou handelen, dat ook David voor God niet kon bestaan. Dan is het elke keer weer dat de Heere terugbrengt tot dat beginpunt. Want dan is het wat David dan zelf verder zegt. En wat is het dan die weg die de Heere leert? Wat is dan dat onderwijs wat de Heere geeft? Zondaars zal de Heer onderwijzen. Wel gemeente, en daar hebt u nou gelijk de invulling. En daarom begrijpen we toch zo goed. En dat eigenlijk dat woord liever niet hebben.
Dat begrijp ik zo goed, dat is in onze dagen het gezegd wordt en dat het zijn tienduizenden verslaat dat we een lieve God hebben en een lieve Jezus en het komt wel goed met u. Maar weet u, als de Heere dat onderwijs gaat geven, dat basisonderwijs, waarom het elke keer weer opnieuw gaat in ons leven, dan gaat de Heer u laten zien waartoe nou Christus moest komen. Dan gaat de Heer het u laten zien waartoe dat nou nodig was. Weet u wat de Heer u dan gaat maken? Dan gaat de Heer u niet maken als een David tot een koning die het weet. Dan gaat de Heer het niet maken en vult u dan voor uzelf dat maar in. Maar dan gaat de Heer u maken tot een zondaar. En dat is nou eigenlijk net wat ik niet wil horen. Een zondaar. Zou de Heer me dan gaan vergelijken met eentje die midden in de wereld leeft? Zou de Heer me dan gaan vergelijken met een die als een terrorist uitgaat en die het niet uitmaakt hoeveel levens er omgebracht zullen worden? Ach, vult u maar in. Zou de Heer mij dan zo zien? O gemeente, dan gaat de Heer ons leren dat er bij hem niet groot of kleine zonderen zijn, maar dan gaat de Heer het ons leren. Dat we allen onder dat oordeel liggen. Dat gaat hij als eerste leren. Gaat het ook zo tegen u, tegen jouw vlees in? Ik onder het oordeel. Ik ga notabene vandaag op deze dag niet eens erop uit. Dan zit tot twee toe keer toe in de kerk. En is het dan dat ik onder dat oordeel ligt? Wie kan dan zalig worden? Wel gemeend, heel eenvoudig, niemand. Niemand kan van zichzelf zalig worden. Als de Heer ons tot zondaars gaat maken, dan moeten we het gaan erkennen. Dat gaat de Heer leren. Dat ik vanuit mijzelf nou nooit zalig kan worden. En weet u, dat wordt dan de grootste nood. Omringd door die vijand van buiten, omringd door de vijand die van binnen zit. En het dan te moeten gaan erkennen, niet zalig te kunnen worden. Maar weet u, dan doet de Heer dat. Weet u waarom? Omdat ook zoals David dat dan mag zeggen, om nou de wegen des Heeren bekend te maken. Als de Heer u gaat aanwijzen, elke keer weer terugbrengt op de plek. Elke keer weer laat zien wie u bent van uzelf. Dan doet de Heer dat om des te meer en des te rijker hem aan te wijzen, die de enige weg in uw leven zal moeten zijn. Omdat u hem zoudt mogen navolgen. Dan gaat hij aanwijzen, weerstand de weg. Heere, maak mij uw weg bekend. En wat hij dan naderhand zegt, dan zal de Heere de zondaars onderwijzen in die weg. En wat gaat hij dan doen als hij u alles afgenomen heeft waarmee u meende voor God te kunnen bestaan, waar de fariseer de doodsteek moest krijgen en waar u er zelf onder moest komen. En waar al uw geleerdheid en al uw kennis u niet kon met zalig kon maken, wat dan? Wel gemeente, dan is het dat hij die weg gaat aanwijzen, dat hij gaat bekendmaken dat er nou voor zondaren Christus gekomen is. Hij is de weg. Weet u, dan brengt de Heer juist aan het eind, opdat des te rijker Christus zal mogen schitteren. Als we Christus eigenlijk niet nodig hebben voor onze zonde, maar voor ons net oppassende leven, en dat we dan maar gaan staan bij dat voorhang als die fariseeën, dank u Heere, dat ik niet ben als die zondaar, als die tollenaar daar. Wat voor plaats zou Christus dan innemen in uw leven? Is het dan niet dat we dan moeten zeggen dat we het wel over hem hebben, maar dat we hem eigenlijk niet nodig gekregen hebben? En dat het daarom eigenlijk is, mag ik het dan met eerbied zo zeggen, dat Christus toch weinig waarde tot geen waarde heeft in ons leven? Maar dat dan juist ook David het zegt als die onderwezen wordt in de weg.
zondaars onderwezen mag worden. Zondaren die nou niet zalig mee kunnen worden. Zondaren die onder het oordeel liggen. Zondaren die de dood voor ogen hebben. En dat nou hij aangewezen wordt als die weg. Dat hij die gaat bekendmaken. U kunt zalig worden, niet door uzelf. Hoe dan? Door hem. En dan wordt u nou telkens opgewezen, dan wordt u telkens teruggebracht. Dat hij nou gekomen is om goddelozen te rechtvaardigen. Dat hij nou gekomen is om nou zondaren te bekeren en met God te verzoenen. Bent u al eens zondaar geworden voor God? Dan bedoel ik het niet met mijn lippen. Dan kom je dan zo ook wel eens een keer tegen dat mensen het zo heel dierbaar zeggen. Paulus, de grootste, de zondaar, de man heeft zich vergist, ik ben het. Nou, ik geef ze gelijk direct. Ik zeg, u hebt gelijk. Dan is het ook weer niet goed hoor. Maar dat is lippentaal. Nou, de beleving van het hart. Nou is in het hart te weten dat wij zondaar voor God geworden zijn. Dan gaat het nood worden. Dan gaat het die benauwdheid worden waarvan David spreekt. En dan gaan we de Heere zo nodig krijgen. Dan is het dat het inderdaad mogen weten. En gemeente, dat is nou het onderwijs wat de Heere telkens weer opnieuw geeft. Dat is het basisonderwijs. Daar liggen de beginselen. Zoals ook de kinderen dat op school krijgen. Wat leer je nou in groep 1? En groep 2, dat is het basisonderwijs. Daar leer je toch je eerste lettertje schrijven, daar leer je toch je naam schrijven. En zo is het al van daaruit dat je steeds meer mag leren, maar dat moet je toch eerst weten. Je moet toch eerst letters kunnen schrijven en kunnen lezen. Dat is nou het basisonderwijs. Wel, dat is nou ook met dit. Dat de Heer nou dat basisonderwijs geeft. Opdat we zullen verstaan, telkens weer opnieuw, dat Christus nou gekomen is, de gekruisigde, tot verzoening van onze zonden. En gemeente, dat is nou onderwijs dat telkens opnieuw komt. Dat de Heer het telkens opnieuw terug moet brengen op die plek. Ook een David, hoe vaak moest de Heer hem weer niet terugbrengen van zijn dwaalwegen af. Om hem nou te brengen aan de voeten van Christus op die ene weg. Ik denk jongens en meisjes even aan Bunyan. Die heeft een boekje geschreven, Christenreis. Hij is het ook geschreven op een eenvoudige wijze voor jullie. Moet papa en mama maar vragen voor je kopen. En het boekje, dan zien we Christen daar gaan. En dan ziet Christen daar dat pad waar hij op wandelt. Het is niet een gemakkelijk pad. En daarnaast daar ligt zo'n prachtige plaveide weg. En wat denkt Christen dan? Ach, het is maar een klein strookje. Tussen dat pad en tussen die weg. En dan denkt hij, weet je wat, ze gaan alle twee dezelfde kant heen. Ik ga maar op die weg wandelen, dat gaat veel gemakkelijker. En dan gaat Christen gaat op die weg wandelen. En wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er dat Christen niet eens in de gaten heeft dat die weg en dat pad steeds verder van elkaar afwijken. Dat ziet hij niet eens. Totdat er een ogenblik komt dat hij dat pad eigenlijk al niet eens meer kan zien. En wat doet dan de Heer? Zegt dan de Heer tegen Christen, je moet dan maar gewoon dat weiland oversteken. En dan kom je weer bij dat pad terecht. Nee, weet je wat nou de Heer zegt? Dan moet je helemaal terug. En dan moet je weer terug waar je dat pad verlaten hebt. Daar moet je weer beginnen. En dan laat de Heer het daar zien. Wat een zondaar we zijn om onze eigen wegen te kiezen. Dat brengt de Heer altijd weer op dat plekje terug. Dan laat de Heer het altijd weer merken. Hoe dwaas we geweest zijn. Meende dat het maar zo weinig verschil was. Het gaat toch allemaal dezelfde kant heen. Maar voordat we het weten. Zijn we op de brede weg naar het verderf. En we zien het niet meer. Wel zo is het dat de Heere nou dat onderwijs geeft. Elke keer weer terugbrengt.
Omdat we elke keer weer opnieuw het zullen verstaan waartoe Christus moest komen. Dat is om mij zondaar zalig te maken. Omdat ik alleen door het werk van Christus het leven zou hebben. Onze eerste gedachte, voortgezet onderwijs. Tweede gedachte, daarvan spreekt ook dan David. Heere, maak mij uw wegen bekend, neem mij uw paden, leid mij in uw waarheid en leer mij. Weet u, gemeente, eigenlijk staat er in het Hebreeuws zo'n prachtig mooi woord dat iets meer aangeeft. Dan is het eigenlijk dat er in het Hebreeuws staat dat de Heere de oefeningen moet geven. De oefeningen. Mag ik even het beeld gebruiken naar de jongeren toe? Dat is ook toch wat op school gebeurt. Het is niet alleen maar dat je geleerd wordt. Het schrijven, het lezen, het rekenen. Maar dan is het toch ook dat op school dat je oefeningen krijgt. Omdat je door die oefeningen zult gaan zien of je het iets hebt mogen verstaan. Of je het begrepen hebt en dat je door die oefeningen het je meer eigen mag maken. Wat mag ik nou dat beeld doortrekken naar hiertoe? Dan is het ook dat David zegt dat de Heer in dat voortgezet onderwijs de oefeningen van het geloof gaat geven. En dat de Heer die oefeningen gaat geven opdat we daardoor de oefeningen steeds meer en meer, zoals de catechismus dat noemt, zouden mogen opwassen in de kennis der genade. En dat we door de oefeningen steeds meer zouden mogen sterven aan die oude mens. En dan is dat telkens weer opnieuw zo nodig is om die oefeningen te krijgen. Want heeft David het niet moeten leren in zijn leven? Dat David steeds meer en meer het moest leren van de Heere te verwachten. En als hij dat een ogenblik niet deed, als hij dacht dat hij klaar was, dat hij dacht dat hij het onderwijs er wel op had zitten, als David dacht dat hij zijn eigen weg kon bewandelen, oh wat staat het niet opgetekend, dat hij dan de oefeningen des Heren daar niet bedreef, maar dat hij met zichzelf bezig was. En dat hij daardoor in die vreselijke zonden ook menigmaal gevallen is. Die opgetekend staan, niet om te laten zien wat voor vreselijk mens David geweest is. Want als de Heere van ons gaat opschrijven wat er in ons hart leeft, dan kon het allemaal nog wel eens vele malen erger zijn. Maar dat de Heer het heeft opgetekend, dat ook David telkens weer moest leren, ook daardoorheen het van de Heere te verwachten. Om nou in de oefeningen van het geloof te mogen terechtkomen. Om telkens maar dicht bij het woord van de Heere te leven. Om dat woord van de Heere maar telkens te onderzoeken. Omdat dat woord gaat verstaan. Dat het woord iets van mezelf mag worden. Er was een jongen bij me in de gemeente. Jongens en meisjes van 9 jaar. En zijn moeder zei van dat ventje, dat ze zo vaak s'avonds op zijn slaapkamertje kwam en dan was hij bezig in dat bijbeltje, in die grote mensenbijbel te lezen. En toen zei zijn mama een keer tegen me, maar mijn ventje, begrijp je het wel? Toen zei hij, nee mama, maar dan lees ik het 2 keer of dan lees ik het 3 keer. En dan vraag ik maar of de Heer het me duidelijk wil maken, mag ik eens vragen. Lees jij wel eens in die Bijbel? Is het dat je daar wel eens mag lezen wat de Heere nou in dat woord zegt? Misschien wel heeft papa of mama wat eenvoudige Bijbel, maar lees je er nou in? Dat zijn nou de oefeningen waarvan hier gesproken wordt. De oefening om met dat woord van de Heere bezig te zijn, weet je, dat heb je zo nodig. Ook als je groter wordt. Dan is het zo nodig dat anderen misschien wel eens aan je vragen. Ja joh, maar dat zeg jij nou wel, maar hoe weet jij dat nu? En moet je dan met de mond vol tanden staan? Waar soms ook grote mensen met de monden vol tanden staan en geen antwoord weten
op de vraag omdat de oefeningen van het geloof er niet gevonden werden. Omdat we daar niet bezig geweest zijn in dat woord, om dat woord maar te onderzoeken. En om daardoor Christus geleerd te worden, ook hoe we in het leven hebben te staan. De oefeningen van het geloof, dat is de kennis aangaande de Here en zijn woord. Maar ook de oefeningen van het geloof, waar Christus het dan toch zegt, leert van mij. Ach, dan noemt u het op zachtmoedigheid, ootmoedigheid. Wat hebben we dat allemaal nodig om dat op die leerschool te leren, om daarin geoefend te worden, om het ook in de praktijk van het leven, komen we straks nog op terug, te mogen uitdragen. En dan is het dat David dat nou telkens moet leren. Hoe is het niet dat David telkens en daar ook het aangezicht van de Here gezocht heeft, om het van de Here te vragen, of de Heere maar wilde geven, de oefening van het geloof, opdat zo in dat geloof hij meer en meer de Heere mocht gaan kennen, meer en meer van de Heere mocht weten, en daarbij tegelijkertijd meer en meer wist wie die nou zelf was. Want gemeente, dat is het dan ook. Als we de Heere mogen gaan kennen in het leven, hoe meer we van de Heere gaan kennen, hoe meer we ook onszelf gaan kennen, en dat is niet zo best. Dat is niet zo best. Hoe meer we in de heiligheid van de Here mogen blikken. Hoe we meer de rechtvaardigheid van de Here mogen gaan kennen. Hoe beroerd het met ons is. Godsdienstige mensen niet. Moet u maar opletten. Godsdienstige mensen. Oh, ze zijn zo goed. Ongekend goed. En ik vrees dat ze nog weinig of totaal niets van de Here gekend hebben. Dat het alleen maar lippentaal is, dat het alleen maar een verstandskennis is met het hoofd, maar dat er in het hart nou niets beleefd geworden is. Maar als de Heere de oefening van het geloof gaat geven, als de Heer ons daar gebracht heeft op die ene weg, en dat we de noodzakelijkheid van dat werk van Christus zijn gaan kennen, o gemeente, dan is het alleen daardoor. Dat we steeds meer en meer gaan zien, wat heeft hij voor zo'n vijand niet overgehad. Dan word ik niet beter, maar dan word ik minder. Staat er toch, en dat zeggen we toch ook, hij moet meer worden, hij moet wassen en toenemen en ik moet minder worden. Maar dat wordt dan ook de beleving. Omdat hij des te meer in ons leven zal mogen schitteren. En dat we hem des te meer zouden gaan nodig krijgen in al deze zaken. David heeft het geleerd, soms in een smartelijke weg, soms in een diepe weg. Maar dan toch is het ook dat David het heeft moeten zeggen, dat hij de Heere daar dankbaar voor geweest is. Dat de Heere soms ook is in de oefeningen gegeven, heeft een slaande hand. Omdat David zo halsstarrig was. Om dat maar weer terug te brengen. Om daar nou maar meer onderwijs van de Heere te mogen krijgen. Om te mogen zien dat alleen in die weg Christus alles voor hem mocht worden. En gemeente, is het de vraag, is dat ook in ons leven zo? Hebben we hem nou zo nodig gekregen? Jezus Christus. O ja, dat zeggen er velen in onze dagen. Miljoenen die de naam op de lippen nemen. Miljoenen die hem hebben aangenomen. Als een lieve Jezus, als een Jezus tot voorbeeld, als een Jezus die we moeten navolgen. En noemt u maar op, maar de apostel zegt Jezus Christus en die gekruisigd. Want wat leren we dan in de oefening van het geloof? De noodzakelijkheid van zijn lijden en sterven aan dat vloekhout. Omdat ik alleen in die weg zalig kon worden. Dat alleen in die weg, dat het bloed van Christus me zou kunnen reinigen van al mijn zonden. En dat ik, zoals Jesaja dat zegt, dubbel van de Here ontvangen heb voor al mijn zonden. O gemeente, dat wordt dan het grootste. Dat het werk van Christus dan zo groot is, dat het voor ons allen kan. We moeten niet daarin te klein van de Here denken. Dat kan me wel eens benauwen. En het klinkt wel rechtzinnig en vroom. Als we het zeggen dat het maar voor een enkeling zal zijn.
Maar er staat wel een schare die niemand tellen kan. En dan moet ik ook niet proberen te tellen, maar dan die vraag. Heb ik nou de leerschool daar het mogen weten? In de oefening van het geloof. Dat ook zijn bloed voor mij gedruppeld heeft. Mag ik er nou bij horen? O gemeente, dat is een veel indringende vraag. Als met al die vromigheid aan te komen zetten. Die indringende vraag waar u antwoord op moet kunnen geven. In dit leven. Of inderdaad mag weten dat dat bloed voor u gedruppeld heeft. Het kan zo snel voorbij zijn. Gisteren stonden bij een graf van een vrouw. Dinsdag nog niets meer aan de hand was. En woensdag was het leven eruit. Aankomende woensdag, aankomende donderdag staan we het graf bij een man. Die gisteravond nog niets mankeerde. En die er nu niet meer is. Zo snel kan het gaan. Ouderen en jongeren. En is het dan dat we het weten? Dat dat bloed van Christus ook voor ons gedruppeld heeft. En dan moet u vanavond niet zeggen, ja, maar kan het dan ook nog voor mij? Ik las afgelopen week mijn oudvaat zo prachtig mooi. Die zei, dat bloed van Christus, dat druppelt al zoveel eeuwen. Dat er miljoenen zich al in hebben mogen wassen. En er is nog zoveel van dat bloed. Dat wij ons allen er ook nog in kunnen wassen. Om nou gereinigd te zijn van onze zonden. En nou gemeente in de oefening van het geloof dat te weten dat ook dat bloed. Dat ook dat bloed nou gedruppeld heeft. Dat ik ook door dat bloed gereinigd ben. En dat ik nou daar door mag leven voor de Heer. Dan gaat u het hier kennen op de leerschool. In dat voortgezette onderwijs gaat de Heer u niet onzekerheden leren. Maar in dat voortgezette onderwijs gaat de Heer u meer en meer de vastheid en de zekerheid leren van zijn eigen woord. Vandaar dat ook hier de psalmist ervan spreekt. Leid mij in uw waarheid. Gods woord is waar. Gods woord is eeuwig waar. Omdat Christus tot waarheid geworden is. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. En ik ben het leven. Gelooft u dat? Want gemeente, dat is nou in de oefening van het geloof. Dat we daar niet met mijn verstand, wat ik kan nog zo tegen hebben. Dat kan zo dwars zijn, dat verstand. Maar nou dat het hart het mag zeggen, omdat de Heer door zijn geest erin gewerkt heeft. En dat ik in de oefening van het geloof het dan mag zeggen, Heer, dat is waar, waarom? Want het is uw woord. U hebt het zelf gezegd, u hebt het zelf geopenbaard. En daarom mag ik het ook zeker weten. Dat is ook onze derde gedachte. Dat de Heere dat nou ook gaat geven in, zoals we dat genoemd hebben, het beroepsonderwijs. Want weet u gemeente, en dat geldt de jongeren ook, net zozeer als de Heere gaat werken in het leven, dan is dat niet om het enkel voor uzelf te houden. Dat is in het beroepsonderwijs toch ook niet zo, jongens. Meisjes, als je dat onderwijs gaat krijgen, waarom krijg je dat dan? Ik weet niet hoe het tegenwoordig heet, maar vroeger heet het geloof de PA. Waar je dan, laat dat maar tot voorbeeld nemen, waar je dan opgeleid wordt om straks ook kinderen onderwijs te kunnen geven. Opgeleid wordt tot een juffrouw of tot een meester. Dat is dat beroepsonderwijs. Waarom krijg je dat beroepsonderwijs? Om dan ook straks anderen te kunnen leren. Mag ik dat voorbeeld vasthouden? Dat is wat de Heer ook doet. Dan gaat de Heer een beroepsonderwijs geven. Dan gaat de Heer u bekwaam maken. Om datgene wat u in uw eigen leven geleerd hebt. En wat u in uw eigen leven uit de mond van de Heer gehoord hebt. En waar u de waarheid van het woord des Heeren bent gaan kennen.
om nou ook alle anderen te onderwijzen, de redenen van de mond des Heeren om zijn woord anderen voor te houden. Dan kunt u er niet van zwijgen. Als de Heer het daar zo wonderlijk goed maakt, dan moet de mond open gaan, dan wil je er ook anderen in laten delen. Om in een heel eenvoudige wijze ook anderen daarop te wijzen. En zoals ook David dat doet. Om nou anderen te doen laten horen dat het zo vast en zeker is bij de Heer. Vandaar dat David ook zegt. In dat vijfde vers. Want gij zijt de God mijns heils. U verwacht ik de ganse dag. David, weet je het wel zeker? Weet u het wel zeker? Weet jij het wel zeker? De God mijns heils, de God van mijn Joshua. En dan ga ik het nog verder vertalen. De God van mijn Jezus. Dat hij mijn heiland is, mijn Jezus is. Dat ik mag weten dat ik hem toebehoor. En dat hij van mij is. En dat anderen misschien zeggen, hoe weet je dat dan zo zeker? Dat anderen misschien wel vragen, ik zou dat ook wel willen weten, maar hoe ken ik dat dan, hoe weet ik dat dan? Om het dan te mogen zeggen, omdat de Heere het gezegd heeft, omdat de Heere door zijn woord gesproken heeft, en omdat de Heere door zijn geest zich aan mijn geest gepaard heeft. En dat is nou zo'n wonder, dan moet je niet vragen hoe dat nou mogelijk geweest is, maar dat ik nou zo'n groot zondaar toch het eigendom van Jezus geworden ben, en dat hij de mijne geworden is. Dan gaan we de anderen van spreken, want dan hebben we de anderen niet over voor de duivel. Dan zeggen we niet van, die moet het dan maar uitzoeken. Dat moet hij zelf maar weten wat hij doet. Dan hebben ze niet voor de duivel, voor de rampzaligheid over. Maar dan is het dat we ze alleen maar willen lokken naar de Heere toe. Om eens van te spreken. Mogen er van spreken. Het kan soms zo eenvoudig woord zijn, maar het kan vooral die zekerheid zijn waaruit gesproken mag worden. Om nou heilig jaloers te maken, misschien heb ik het wel eens gezegd, maar mijn God vrezende grootvader. Er kon zoveel van uitgaan, dat toen ik een jochie van 7, 8 jaar oud was, jongens, meisjes, toen heb ik tegen de Heer gezegd, Heer, wilt u maar geven wat opa heeft. Ik wist niet wat het nog was, ik wist wel dat het zeker was. Ik wist dat het zeker was. Dan kon opa er zo over spreken, dan denk ik, dat moet echt zijn, dat kan niet anders. Mogen we er zo eens van spreken, van de Heer. Opdat nou anderen ook heilig jaloers zouden mogen worden, om nou ook dat heil, waarvan gesproken mag worden, om daarvan te spreken. En het ook te mogen zeggen, dat we ook hem verwachten. U verwacht ik de ganse dag. Maar was het dan dat als David de Heere nodig had, dat de Heere er dan ook direct op dat ogenblik was? En als David iets wilde hebben, dat de Heere dat dan ook maar direct gaf? Oh nee, dat weet David ook wel. Dat wordt zo wel eens gezegd. Bid de Heere om en dan wacht ik maar af, dominee. En dat doet men soms ook, weet niet hoeveel jaren. Bid er wel om. Bid of de Heere maar mij wil bekeren, ik wacht maar af. Dat is geen zekerheid. Dat is geen zekerheid. En misschien heb je met een vriendje, een vriendinnetje morgen afgesproken bij school. Sta je te wachten. Dan komt ze niet, dan komt hij niet. Ja, dan sta je te vergeefs te wachten. Is dat dan wat David hier ook zegt? Oh nee, David wacht maar niet af. Weet u wat er staat? David verwacht. Dat is heel wat anders, daarin ligt zekerheid. Dan zegt David niet, nee, ik weet hoe de Heere komt en ik weet wanneer de Heere komt. Maar dan zegt David daar wel mee, maar ik weet zeker dat het zal gebeuren. Mag ik nou een heel eenvoudig beeld gebruiken? Een vrouw die in verwachting is. Een vrouw in verwachting. Ze
ze weet niet precies wanneer ik kom. Ach, zeker, de medische wetenschap kunnen het aardig benaderen, maar ik maak het in Veenendaal meerdere malen mee. Dan zeggen ze het, ik zeg, wanneer wat van, ja, het is al uitgerekend geweest, dom, ik ben al een week over tijd. Maar wat ze wel weten, niet het ogenblik precies wanneer het komt, en ook niet de wijze waarop het komt, maar wat weet zo'n moeder, zo'n vrouw die in verwachting is wel, die weet zeker dat het komt. Vandaar dat ze verwacht. Dat is zekerheid, dat is vastheid. En vandaar dat de psalmist het op een andere plaats zegt, dat hij de Heere verwacht. Sterker dan de wachters, meer dan de wachters op de morgen. Zijn verwachten is meer dan het wachten van de wachters die uitzien. Dat de duisternis zal wijken en dat ze dan misschien de vijand zouden kunnen zien waar ze zich verschuilen. Maar als er nou zo'n dikke mist is, zien ze het nog niet. Maar dan is het dat de psalmist, net als David hier, het mag zeggen, ik verwacht u de ganse dag. Dat volk verwacht gemeente niet te vergeefs. Ook zeker, de Heere kan wel eens een ogenblik zich verbergen. Maar hij zal zich niet blijven verbergen. Dan kan het wel eens een ogenblik zijn dat David daar in de stilte het moet uitroepen. Heer, ik verwacht u de ganse dag. Hoe langer nog, Heer, hoe langer nog? Maar hij mag toch de zekerheid en de vastheid kennen. Dat het zal gebeuren. Omdat de Heer het zelf gezegd heeft. Kijk gemeente, daar gaat die andere van onderwijs. Dan gaan we naar anderen toe niet praten over een misschientje of ik hoop je. Ik hoop dat het zo zijn, maar dan mag het zijn vanuit die vastheid of van die zekerheid. Met die heeft niet gezegd het beroepsonderwijs gekregen op de leerschool van de geest. Om vanuit een vaste overtuiging en vanuit die zekerheid die in Christus is te mogen spreken. Van dat werk des Heeren, opdat anderen het wel zullen moeten proeven. Dat het waarheid is. En dat het maar niet zomaar iets is wat we zeggen. Maar dat het zo zeker in het hart mag leven. Dat de ander het wel moet erkennen. Dat het aan uw kant vast en zeker is. Misschien dat hij zelf zegt, ja ik zie het wat anders. Maar dat hij het wel moet erkennen. Dat het waarheid is. Zo heeft David nou voortdurend dat onderwijs nodig gehad. Om elke keer weer teruggebracht te worden op die leerschool. Om elke keer daar weer dat onderwijs te krijgen. Om dan ook telkens weer opnieuw toch te mogen spreken van de goedertierenheden des Heeren. Vanavond gemeente naar ons uit gegaan. Dan heeft de Heer vanavond onderwijs willen geven. Hij heeft de Heer vanavond gewezen op de enige weg die er is. En heeft hij vanavond gezegd dat zijn woord de waarheid is. En dat heeft hij nou gezegd opdat het tot ons allen zou komen. Opdat het ons allen daar op die plek zou hebben mogen brengen. En dat we daar allen van de Heer nou onderwijs mogen ontvangen. Om op een eenvoudige wijze van de Heer te spreken. Om nou te wijzen op dat wat de Heere nou is en wat hij gedaan heeft. Oud en jong. Jongeren, daar kan de Heer je ook toe gebruiken hoor. Zou je niet vergeten? Moet je maar eens in je Bijbeltje lezen hoeveel jonge mensen de Heere gebruikt heeft. Ook in zijn dienst. Samuel van 4, 5 jaar oud. Een Daniel van 9 jaar oud. Een Jesaja en Jeremia. De Heere kan je gebruiken. Om elk op een eenvoudige wijze van de Heere te spreken. Maar dan is het ook de vraag, heb jij de Heere nou nodig gekregen? Is het dat je ook in de stilte van je slaapkamer. Je anders heeft het mogen vouwen, het mogen zeggen, Heere. Nou ben ik ook een zondaar. Maar nou zegt u het in uw woord dat Heer Jezus voor zondaar gekomen is, ook voor mij. En als de Heere daar gaat onderwijzen,
Jongens en meisjes, dan kan je in je jonge leven ook al die vastheid kennen, die zekerheid. Dan weet je niet allemaal wat er voor je ligt. Dan weet je niet wat je allemaal te wachten staat, maar wat je dan wel zeker weet. De Heere regeert. En hij zorgt ook voor mij. Ouder, mogen we er iets van kennen. Mogen we ervan spreken. Mogen we vanuit die zekerheid wijzen op hem. Waarvan de apostel Paulus het op een gegeven moment ook ging zeggen. Dat als het voor hem kon, dan kon het voor al die dwalende mensen. Dan kon het voor al die zondaren waarvan hij de grootste was. Dan is het niet zo dat we daar eng in zijn. Dat we daar in klein van de Heer denken. Maar oh, dat we maar mogen spreken van de ruimte en de grootheid dat er ligt in dat bloed van Christus. Dat het nou kan voor de gehele wereld. En dat als die niet zalig wordt, dat het ligt omdat zijn werk tekort was. Maar dat het dan ligt in de onwil van ons mensen. Waarop we straks ook geoordeeld zullen worden, weet u het. Dan zal de Heer het niet zeggen, gij hebt niet gekund. Daar kunnen we soms nog zo achter verschuilen. Maar dan zal de Heer het daar zeggen, gij hebt niet gewild. En dan zult u het moeten herkennen. Ik wilde wel naar de hemel toe. Maar ik wilde dit in mijn leven vasthouden. Ik wilde mijn feestjes hebben op de zaterdagavond tot diep in de nacht. Ik wilde, ik noem ze maar op, wilde ik allemaal vasthouden. Wilde ik niet loslaten. En dan zal ik het daar moeten herkennen. Maar als de Heer hem op die leerschool brengt, dan gaat hij het leren zo'n onwillige. Die hij nou gewillig gaat maken. Om in zijn dienst te mogen staan. Om op de plaats waar u geroepen bent van hem te mogen spreken, te getuigen. In die vastheid. Maar ook zelf vanuit die zekerheid te mogen zeggen, ik verwacht de Heer de ganse dag. Wanneer dan de dag zal zijn dat de Heere zegt, het is genoeg. Dat het aardse onderwijs opgehouden is. En dat ik dan thuis zal komen om zien van aangezicht tot aangezicht. Dat weten we niet. Dat hoeven we niet te weten. Wat ik dan wel zeker weet, dat als dat ogenblik met zekerheid aan zal breken, dat hij dan zal zeggen, kom in, gij gezegende. En dat ik het dan mag zeggen, Vader, nu ben ik thuis. Is het onze weg? Is het jouw reis? Heere, leer mij uw weg. Onderwijs mij in uw paden. Opdat ik met David daarop zal mogen wandelen. En dan die vraag. Die we dan elkaar meegeven. De Heer heeft het ons voorgehouden. Die heeft dat onderwijs vanavond ons gegeven. En gelooft u dat nu? Amen. Psalm 25. En daarvan zingen we nu het vijfde vers. Louter goedheid, liefde, koorden. En straks het zesde en het zevende. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed mag ook de vraag zijn die we meenemen hoor. En het zevende, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Psalm 25, nu vers 5, straks vers 6 en 7. Thank you.
zullen samen nog danken en bidden. Heer, we hebben vanavond op uw leerschool mogen zitten. En daar hebt u het ons vanavond voorgehouden, Heer. Dat er van ons werk niets overblijft. Dat er onder dat werk van ons alleen een grote nul gezet kan worden. En Heer, dan hebt u ons niet moedeloos willen maken. En dan stuurt u ons ook niet naar huis toe in die moedeloosheid. Maar Heer, dan hebt u dat ons voorgehouden, opdat we zullen mogen zien op dat volbrachte werk. Dat volkomen werk van Christus uw Zoon. Dat hij dat gedaan heeft, niet om het voor zichzelf te houden, maar om nou uit te delen aan zulke grote nullen. Opdat zij nou door dat werk van hem mogen weten, voor u te kunnen bestaan, Heere. Zou u door uw geest er iets van in het hart hebben willen dragen? Als het nog vreemd dan zijn, zou u ons een halt hebben willen toeroepen? Als we nog onwillig geweest zijn en nog onwillig willen blijven, zou u het willen verbreken, Heer, en gewillig willen maken. Want het gaat toch om de eer en verheerlijking van uw naam. Het gaat toch om dat werk van Christus alleen. Omdat we daarvan door uw geest zouden spreken. Zou u uw kinderen hebben willen sterken, Heer. Ze moeten zo vaak weer teruggezet worden. Ze moeten zo vaak telkens weer opnieuw het leren. Om het daar weer te doen verstaan, Heer. Dat het alleen in Christus ligt, opdat hij des te dierbaarder, des te heerlijker en des te noodzakelijker zal worden in hun leven. Heer, zou u ook vanuit de psalm van David hebben willen geven. Dat ook kinderharten erdoor getrokken mochten worden. En dat ze jaloers mochten worden op David, die toch mocht zeggen dat u zijn heil alleen bent en dat u hem, dat hij u de ganse dag verwacht. Dat ook in een kinderhart mocht leven om dat ook nog te mogen kennen, om het ook van u te bidden en van u te begrijpen. Opdat ook uit de mond van kinderen en van zuigelingen uw sterkte gegrondvest zal worden naar uw belofte. Heer, vergeef genadig waarin we tekort schoten. Laat het u maar mogen overblijven en laat dat met ons mogen meegaan. Behoed en bewaar ons ook als we van hier gaan. U weet wat we nodig hebben. Och Heer, geef ons dan maar dat huiswerk mee. Opdat we dan thuis ook in de oefeningen bezig mogen zijn. De oefeningen van het geloof. En dat door u gewerkt. We bidden het u. In Christus naam. Uit genade alleen. Amen. Thank you.
Gemeent hier en thuis, verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren voor u en de uwen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van God de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.